Vandaag is de introductie van de nieuwe Nereda-technologie, een nieuwe zuiveringstechnologie voor afvalwater. De Nereda-zuiveringstechnologie maakt het mogelijk dat we een heel ander soort afvalwaterzuiveringsinstallatie kunnen bouwen. Eigenlijk al vanaf begin 1900 zuiveren we afvalwater natuurlijk met behulp van bacteriën in een vlokvorm. En het innovatieve is dat we in staat zijn om bacteriën zodanig te selecteren dat ze korreltjes gaan vormen. En die korreltjes die bezinken heel snel. En zo'n andere technologie maakt het mogelijk dat we het afvalwater met 30% minder energie kunnen zuiveren. En ook dat we zuiveringsinstallaties kunnen bouwen die veel compacter zijn. Bij het symposium staat met name centraal de vraag van hoe we in Nederland goed kunnen innoveren. En door samenwerking tussen in de gouden driehoek van wetenschap, overheid en bedrijfsleven. Zodat we sneller nieuwe innovaties tot stand kunnen brengen. Wetenschappers en bedrijven kennen geen grenzen, die denken internationaal. Publieke spelers, en ook STW, zitten altijd per definitie toch vast aan zekere landsgrenzen. En ik denk dat het goed is om die hele keten te pakken. Dus dan kunnen we inderdaad dankzij die sterke publieke spelers Nederland als proeftuin gebruiken. En hier duidelijk de grote installaties opbouwen, laten zien wat we kunnen. En dan trekt dat vanzelf ook internationale aandacht. Maar dan zullen we ook de bedrijven nodig hebben om ook ervoor te zorgen dat we er werkelijk geld mee kunnen verdienen. Nou, ik denk dat een hele belangrijke is om eigenlijk de vraag van de maatschappelijke opgave eigenlijk zo breed mogelijk bij dat bedrijfsleven neer te leggen. Dan komt die verdienkans er. En dan, als die er is, gaat men ook investeren in die kennisontwikkeling. Nereda is een ontzettend mooi voorbeeld van innovatie voor de watersector. We hebben in dit proces zeer goed samengewerkt met verschillende partijen. De Technische Universiteit Delft, DAV, een aantal waterschappen zijn er intensief bij betrokken. En STOA is er uiteraard ook bij betrokken geweest. Het traject is een uitdagend proces geweest. We zijn langdurig met elkaar bezig geweest om dit concept van laboratorium naar praktijkschaal te brengen. En we hebben nu de eerste installatie hier op Epe, maar dat betekent ook nog dat we nog vervolgstappen moeten maken. Want uiteindelijk willen we dit uitrollen naar de rest van Nederland en wellicht ook naar de rest van de wereld. Hartelijk heet ik u welkom. In het bijzonder u, Koninklijke Hoogheid. Welkom ook aan de staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de heer Atsma. Wetenschap, bedrijfsleven en overheid sloegen de handen in één. En dat past uitstekend bij de doelstellingen van de topsector water. Samenwerking, kennisontwikkeling, maar zeker kennisdeling zijn in dat kader belangrijke voorwaarden voor het verstevigen van de concurrentiepositie van ons land. Met Nereda zijn duurzaamheid en doelmatigheid nauw met elkaar verbonden. Laten we met elkaar deze ambitie verder uitbouwen. Het is wat mij betreft heel bijzonder dat we hier vandaag kunnen kennismaken met de uitwerking van een innovatief product uit Nederland. Waarbij de samenwerking tussen bedrijven, tussen kennisinstellingen, tussen overheid en natuurlijk waterschappen, de waterwereld in zijn algemeenheid, echt vorm krijgt. En ik feliciteer u allen met deze prachtige aanwinst. En ik hoop dat iedereen die hierbij betrokken is, tot de lengte van jaren zal zeggen dat dit een belangrijk moment is geweest. Juist om die Nederlandse innovatiekalender, om die Nederlandse agenda weer nieuw leven in te blazen. En als illustratie daarvan straks de opening van erbij bij te mogen wonen.
In principe zou dit systeem op heel veel plekken in Nederland toegepast kunnen gaan worden. En daarmee heeft het zijn meerwaarde voor de Nederlandse burger. Omdat we en duurzamer en goedkoper afvalwater kunnen zuiveren. Deze ontwikkeling heeft ook heel veel uitstraling naar het buitenland. Op dit moment is er ook wel heel veel belangstelling voor deze technologie in het buitenland. Het zet Nederland weer op de kaart van waterinnovaties en we kunnen onze naam waarmaken in het buitenland als waterland.